Okay, people, let's go to work. Hallo mensen, lieve mensen, welkom bij aflevering 3 van Truck Simulator, vrachtwagenchauffeur Vincent. En ik heb een verrassing alvast om aan te kondigen. Deze aflevering niet, maar de volgende aflevering heb ik een echt stuurwiel met een gaspedaal en een rempedaal. Ik wil gewoon eens kijken hoe het is om gewoon eens wat realistischer het spel te spelen. En ik moet je zeggen, ik heb eigenlijk heel erg weinig met een racestuur gespeeld. En ik heb er nog nooit één gekocht, dus het was eigenlijk zoiets van... Ik ben eigenlijk benieuwd hoe dit nou precies in elkaar zit. En ik heb dus een heel mooi racestuur. Het was ook aan te raden voor dit spel, Truck Simulator. Maar dit keer doen we het gewoon met le toetsenbord. Dus we gaan gewoon weer even lekker een ritje maken. Vorige keer hadden we die lading die we dan van Lier, uit mijn hoofd, naar Rotterdam gingen brengen. En ik ga even kijken of er een paar... We streven ernaar om de truck natuurlijk uiteindelijk te kopen... Maar we gaan natuurlijk even kijken wat er op de arbeidsmarkt is. Een snelle opdracht. Wij willen een snelle opdracht. Zo. Er zit een brok in mijn keel. Sorry mensen. En we kiezen een truc. Vincent gaat dood, denken mensen. Nee, ik leef nog. En hier zien we allerlei bedragen die we krijgen voor een bepaalde... lift die we maken. En ik zie die hierheen. En daarin moeten we naar Parijs. En we zijn nog helemaal niet naar Parijs gegaan. Nou vind ik het vreemd dat we weer vanaf Lille vertrekken. Maar we gaan het doen. En ik ben benieuwd wat wij gaan verzorgen. Of bezorgen. Maar we verzorgen het natuurlijk ook een beetje. Omdat, ja, het is natuurlijk een artikel wat we meedragen. Hè? Een artikel, ik ga eens achter me kijken. Hallo? Oké, we hebben een grote lading. Nou, in ieder geval en ook best wel een mooie truc eigenlijk. Moet je kijken. Lekker stoeltje. Zit best wel comfortabel. Oké, de horen. Klinkt wel aardig. Even buiten aanzicht. Ziet er goed uit. Oh! Ik denk dat we hier naar rechts moeten. Dus we gaan even een klein bochtje maken. Lijkt me leuk om nu te sturen, jongens. Dat lijkt me oh zo cool. Een hele aparte ervaring. Maar nu doen we het toch even met WASD. Gewoon een simpel toetsenbord. En hier moeten we eigenlijk kijken. Wat je eigenlijk nu precies moet doen. We maken een bocht. Kijken. Nou, er komt niks. Gassen. Jullie wachten. Mooi. En dan nemen we de binnenbocht eventjes. Dat gaat goed. Oeh, dat gaat net goed. En we kunnen gewoon doorrijden. Maakt het uit. We moeten namelijk naar rechts. Dus we gaan... Even een beetje naar rechts, sorry meneer. Groen licht. Altijd al gezegd, jongens. We gaan gewoon in één keer door. En we nemen de binnenbocht. Zo. We zitten bijna weer op de grote weg, hopelijk. Dan hoeven we ons minder te concentreren op de hardheid. Laten we even vanaf de buitenkant kijken. Hier mag je 50. Zo hard mag hier. Oké, ik ga me gewoon houden aan de trucregels. Ik vind het toch prachtig. Die kabinet. Even kijken, jongens. Wat hebben we? We hebben een... Een bijna een botsing. Hier naar rechts, jongens. Even. Juist. De wegwijzer. En we moeten gelijk hier. We kunnen 70. Hup. Oké, we gaan met 70. En wat hebben we nou precies achter ons? Even kijken. We hebben een lading met. Ik heb niet eens gekeken wat voor lading we hebben. We gaan eens kijken bij onze. We rijden nu op twee banen. Ik ga wel naar de rechterbaan. We hebben geen berichten. Geen schade. Dat is mooi. Lading. Yoghurt. We hebben yoghurt, jongens. Even serieus, we hebben gewoon yoghurt. En die yoghurt is 18T. Ik weet niet waar die T voor staan. 18... treeën? Misschien? 18... trappen vol? Ik weet het niet. 18T. Kijk, als het een L was, had ik zoiets van liter of zo. 18 liter zou misschien... Ja, zou nog best kunnen. Oh, zo die auto. Zag die mini! Wow, die gaat snel! En wat hebben we nog meer? Bestemming, we gaan dus van... We gaan naar Parijs, dat blijkt. Misschien zie ik dadelijk al borden. Nu al Parijs? Hier naar rechts. Moet ik hier naar rechts? Ik weet het niet. Terug. Nee. Ja, ik moet erin. Oké. Geen paniek. We moesten hier naar rechts. Ik was er even niet bij, mensen. Oké. Het gaat goed. Oh, zo snel in Parijs? We komen net uit België. Nou... Ja, oké. Parijs ligt wel... Ja, ligt eronder. Oké. Okay.
Oh, dit is zo heerlijk, jongens. Dit, volgens mij is zo ook, als je bus gaat sturen, is volgens mij precies hetzelfde. Hallo, meneer. Ik liet je schrikken, hè, maloot. Sorry, we gaan gewoon eens een beetje jolo op de andere weghelft rijden, let op. Maar ik weet niet of je een boete krijgt dan. Parijs, ja hoor, daar gaan we heen. Dank u, dank u. Ja, doorgassen. Ik ga hem inhalen, let op. Nee, ik ga nu niet harder rijden als ik moet inhalen. Heel slecht dit, heel slecht. Nou, even kijken, wat hebben we nog meer op onze kalender staan? Even kijken, we hebben 0% schade, dat is mooi inderdaad. Wat hebben we nog meer? Hier zo. Inkomen is €3.700 voor deze rit. En de resterende tijd, we moeten nog 8 uur. Ik dacht, we zijn er al bijna. Ik moet gewoon nog 8 uur rijden. Wauw. Even kijken. Oh, we maken hier een hele scherpe bocht. Oké, dat betekent dat we remmen. Oké, ik ga je nu inhalen. Ah, YOLO. Zo heb ik je toch nog ingehaald. Zo, we moeten naar links. Opschieten. Ja, ik zie het al. Ja, goed zo. Ga maar doorrijden. Dankjewel. Parijs. Kijk eens, we nemen de binnenbocht. Nou ja, er was ook geen andere bocht. En, tjak. Ja, tjak. Oké. Okay. Wauw, wat een mooie omgeving dit. Hallo. Oh, dat was net. Oh, die was spannend. Dat was leuk, joh. Een beetje sensatie onderweg. Heerlijk. En binnenkort dan met dat mooie stuur. Ik ben heel benieuwd wat gaat. Want er zit ook een gaspedaal. Dus ik zit ook echt met mijn voeten grote gassen. Weet je? Dat lijkt me echt heel vet. Dus ik alleen maar een W in te drukken. Dat is ook niet echt heel bijzonder, zeg maar. Even kijken hoor. Deze weg moeten we helemaal afleggen. En er is ook geen snelweg meer dit. Althans, nee, ik zie dit niet als een snelweg. Oh, dit vind ik mooi dit. Heel moeilijk sturen. Het is gewoon zo. Dit is echt... Maar mooie beelden kan je hieruit krijgen hoor. En wat is dit dan? 9 is... Wat is dit dan voor beeld? Wat is dit vergeleken met 1? Even proberen. Oh! Oh, je kan goed kiezen. Oké, ik snap het. Oké, ik snap het niet. Maar maakt niet uit. We hebben ook geen e-mail. Meestal moeten we daarop wachten. Ik krijg af en toe krijg je een e-mailtje binnen van... Ja, dit en dat. En dan raak ik weer afgeleid. En dan ben ik weer helemaal van de baan. Ja, echt bij... Niet bij wijze van spreken. Ook gewoon echt... Ja... Oké, we gaan hier rechtdoor. Want daar links kunnen we ook heen, maar daar gaan we naar. Ik kan het niet lezen, ging te snel, zie je? Ik ga best wel aardig snel. Hoe hard ga ik? 90 km/u. Ook gelijk het maximaal wat je kan halen, heb ik het gevoel. Let op. Kijk, gaat stoppen. Hij is bang. Hij was bang op mij. Maar ja, logisch dat je gaat remmen als iemand natuurlijk op de linkerbaan... En ik hoorde ook geen toeter. Alleen, ik heb die toeter. En ik even kijken, wat voor omgeving. Nou, het ziet er een beetje gewoontjes uit. Ik zie heel veel bomen. Het is natuurrijk. Ik kan nou niet opmerken of we nou nu al in Frankrijk zitten. Maar ik heb wel het gevoel dat we al richting Frankrijk gaan natuurlijk. Maar ik weet niet of we al nog in België zitten of Frankrijk. Dat weet ik niet. Nou, het is wel goed weer volgens mij. Maar nou, ik heb ook nog nooit die ruitenwissers aan gehad. YOLO! We doen gewoon alsof het regent. Maakt helemaal niks uit. Even kijken hoor. Oh, Spiegels heeft een vrachtwagen. Heb je ervan gezien? Moet je kijken. Ik zie er daarboven eentje die schuin hangt. Dan nog twee rechts. Dan nog eentje helemaal rechts. En dan, ja, hier heb ik dan, even kijken hoor. Wat zit daar eigenlijk voor gezeik? Oh! Oeh! Oeh! Sorry! Ik durf bijna niet te kijken op 6. Ik ga het doen, ja? Let op. F5. Niks te zien. F6. Niks te zien. 4% schade. Oh, dat valt nog redelijk mee, vind ik. Roep de wegenwacht op. Oh, wat leuk. Ja, met de wegenwacht hoef ik natuurlijk niet op te bellen. Want ik het gaat gewoon goed. Oh, tanken. Oh, gaan we tanken? Ja, maar... Ja, ik weet niet of we nog een tankstation bij tegenkomen. Ik ga niet tanken. Nee, we hebben nog ongeveer de helft. Nou ja, een klein kwartje hebben we nog. Ja, ik kan het niet laten zien aan jullie. Maar ik heb, zeg maar, ik weet niet of jullie het zien. Het gele... Oh, dag meneer. Zomaar mee inhalen. Kan ik het altijd doen dat het zo langzaam gaat, dat vrachtwagentje. Ik kan daar niks aan doen. Oh, en fabrieken, jongens. Dan meestal zitten we dan in Nederland. Haha. Kijk, fabrieken. Oh, sorry meneer, sorry. Ik was even aan het genieten van die fabriek. Excuus. Oké, waar gaan we heen? We moeten hier rechtdoor. Denk ik. Ja.
Ja, we gaan hier erg door. Daar kan je dan ook weer ergens naartoe, ik weet niet. Je kan ook gewoon... je mag ook zelf bepalen waar je heen gaat. Als je eenmaal een eigen truc hebt, dan mag je gewoon op de weg gaan en zo. Maar ja, omdat je natuurlijk ook gaat tanken, verlies je ook weer geld en zo. Dus ik denk dat je sowieso die opdrachtjes altijd wel moet gaan doen. Ik zit te denken, heb je ook trucliedjes of zo? Ik heb nog nooit een vrachtwagenchauffeur horen zingen eigenlijk. Ik denk dat dat sowieso niet echt gebeurt. Zonnetje, jongens. Zonnetje! Oh, man! Wat is dit hier? Een hele grote ei! Oh, goedemorgen. Wat is dat? Hey! Meneertje! Wat dacht jij ervan? Je mag hier maar 90? Nou ja, ik ga ook niet 90. Of 100? Je mag hier 100, geloof ik. Ik weet het niet. Ik heb niet opgelet. Oh. Naughty Vincent. En daar word ik ook gek van. Dat gekke, dat rode spul daar aan de zijkant. Wat is dat nou voor zooi? Dit duurt nog best wel aardig lang, jongens. Dit is best wel een volledige rit. Ik dacht, bij die snelweg dacht ik al, is dit al Parijs, weet je wel? Ik dacht, oh ja, die bordjes zijn leuk. Dag meneer, ik ga nu lekker voor je. Ik piep gewoon lekker voor. Hoppakee. Rijden! Goed zo. Voor het eerst een file. Dus geen snelweg. Oké, we kunnen... Auto, wat doet die daar dan? Wat doet die auto daar? YOLO. En een treinspoor. Dat is natuurlijk Train Simulator. Oké, even wachten altijd. We kunnen door. Shit, jongens, ik heb geen benzine meer. Oh, die kan die truc. Mooi zeg, ik vind die weerspiegeling zo prachtig. Dat vind ik echt een pluspunt aan het spel, hoor. Je mag van alles zeggen, maar de graphics zien er aardig goed uit, vind ik. En het is ook voor het eerst dat we in Truck Simulator over een spoor gaan. En hoe voelt dat nou, Vincent? Nou, ik ben wel licht geraakt, hoor. Ik ben licht geraakt. Ja, waardoor ben je dan licht geraakt? Nou, ja, het feit dat het spoorwegen natuurlijk wel een spannende job is. Want stel je voor dat je dan zonder benzine zit. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar ging er dan ook een soort van emotionele waarde door je heen? Nou ja, emotioneel. Kijk, een traantje heb je sowieso altijd op de weg in je ogen. Want een traantje is gewoon het geluk dat je een vrachtwagenchauffeur mag zijn. Maar het feit dat... dat je eigenlijk gewoon over dat spoorweg traject heen gaat... is gewoon een hele emotionele waarde voor mij. En dat zeg ik gewoon uit eerlijkheid. Ik ben gewoon heel eerlijk en open. En dat moet je ook zijn als vrachtwagenchauffeur. Ik kan ook gewoon durven zeggen dat ik 18 liter yoghurt bij me heb. 18? En u gaat met 18 liter yoghurt over een baantraject? Ja, ik moest wel. Ik moest over dat spoorweg. Ja, maar beseft u dan niet dat er een schade kan opbrengen aan die yoghurt... door de bepaalde hobbels die u overtreedt met uw vrachtwagen? Want u weet dat uw vrachtwagen geen vering heeft. Nou, meneer, moet u eens even goed luisteren. Ik heb meer verstand van u... Een stadje. We komen bijna langs een stad. We komen langs een stadje. En dat stadje gaan we een naam geven. Le. Want het is Frans. Paris. Le Paris. We zijn in Parijs. En hier moeten we rechtdoor. Ik zou best wel naar het stadje willen. Maar dan maken we een omweg. En dat is niet de bedoeling bij deze job. Ik zou zo graag eventjes naar Reims. Reims willen. En Metz. Reims en Metz. Nou ja, dat doen we volgende keer wel. Oké, op de kaart zie je, we zijn bijna in Parijs aangekomen. En dat betekent, er zijn nog maar 3 wegen die er naar leiden. Zie je dat op de kaart? Er zijn maar 3 wegen. Ze zeggen altijd van, er rijden maar 3 wegen naar Rome of zo. Of, ik weet het niet meer. Nou goed, in ieder geval, er rijden er maar een paar naar Parijs. Maar we zijn ook bijna bij onze bestemming, wat ik zie. Dus we zijn binnen 16 minuten, oftewel in 2 of 3 minuten kunnen wij al arriveren in het plaatsje waar wij deze yoghurt moeten dumpen. Maar het regent. Het regent. Mijn vrachtwagen gaat af. Er waren heel veel druppeltjes die vielen op mijn raam. Dat vond ik niet zo cool, want ik... regent. Mijn kop nat. Oh, wat heerlijk die regen. Dat is goed gedaan. Kijk dan, want als ik echt eruit eens uitdoe. Kijk. Dan wordt het echt... Kijk dan, het zicht wordt dan heel slecht. Ik moet hier naar... Ik denk naar links. Ik zie het niet goed op de kaart. Ik denk het wel. Parijs, ja, want we gaan hier naar de Calascalille. Oh, dan ga je weer terug naar België. We zijn er weer... Wat is dit? Licht aan. Hoe doe ik licht aan? Licht aan. Even denken hoor. Wat? Zijn dat maar lichten?
Parijs ontdekt, jongens. Of Paris. Paris natuurlijk. Ik ga mijn licht aandoen. Ik denk dat ik ze naar beneden moet schijnen. Hebben we ook onze licht aan? Even kijken of we dat kunnen controleren met F2. Nee, met 2. Even kijken hoor. Ja, en die ziet me zitten. Want dan ben ik. Joehoe. Oké, terug naar 1. Ja. Oh, kijk, dat zie je alweer. Hè. Dan gebeurt het dat weer, hè. En de kaart is zo lichtelijk onduidelijk dat ik niet weet of ik nou niet naar rechts moet of niet. Maar ik gok van wel. Ja. Hallo, daar ben ik weer. De garage is te koop. Nee, ik hoef die garage niet te kopen. Ik moet dit wegbrengen. God, die rotregen word ik nou een beetje ziek van. Want ik ben er nou een keertje ziek. Oh, ik ben er nog niet. Ik moet naar achter. Oh, dat vind ik een, daar heb ik een scheid ook aan, jongens. In de hoop dat... Dat kwam... Oh, hallo! Zo, die... Oké, nu zit ik even in de pinarie en heb ik even... Oh, het bliksemt. Moet ik omgerijden nu, jongens? Ik kan het wel gaan doen. Wat een kleine garage. Moet ik... waarom zou ik die garage voor 180.000 willen kopen als ik... Ja, jongens, kom op, hé. Wacht even. Dit is echt het moeilijkste wat je ooit kan hebben in een spel, jongens. Dit is verschrikkelijk moeilijk. Meen je dit? Ik zit nu vast, jongens. Oh god, dit is echt... Ik ga even F2 kijken, want dit is ongelooflijk. Wacht even. Oh, wacht even. Mijn spieren mogen niet uit. Oké, hoe staan wij? Goedemorgen. Oh, ik heb mezelf echt in de put gereden nu. Oké, dit wordt heel moeilijk. Jongens, hoor. Kan je niet menen dit, toch? Dat kan je niet menen, dit. Dit wordt een hele lange video. Dit wordt een hele lange video. Moment. Oké, we gaan even... Even rustig, jongens, even rustig. Ik weet al een manier. Ik weet al een hele tactische manier. Ik ga het proberen, ja? Dit is echt heel impassabel. Sturen, bijsturen, welke kant? Ik weet niet. Jongens, dit kan toch niet? Dit gaat nooit op tijd afgeleverd worden, jongens. Ik ga nooit meer een garage in. Vanaf nu. Even denken hoor, hoe moeten we... Moment. Oh, die ton viel om, zeg het. Oef, dit is echt... Ik... Ik word later vrachtwagenchauffeur. Kijk. Dit is het irritante. We moeten hem even recht achteruit doen. Zo. Oké, nu ga ik het stuur helemaal recht doen. Zo. Kijk. Zo. Dan gaan we heel rustig naar achteren. Heel rustig. Zo. Wacht. Niet normaal dit. Dit is heel lastig, jongens. Mensen, alsjeblieft. Oké, dan moeten we weer helemaal recht doen. Zo, dan gaan we rustig naar achter. Oh.
Want anders kom ik niet op tijd. En we zijn al bijna te laat. Zal ik die keihard naar achter rijden? Kan ik die keihard naar achter rijden? Bijna eruit jongens. We zijn bijna door deze verschrikkelijke. Oh, nee, andere kant. Je moet zeg maar. Ik wil gewoon keren in, joh. Ik wil gewoon echt keren in, joh. Ja? Ja? Wat? Ja? Parijs, ja, we komen met z'n allen naar de club. Oké. Oh, waar moeten we heen? Waarom heb ik geen... Ik heb nergens iets staan. Oh, wacht. Kijk, dit is beter. We gaan om de rotonde. Oh jongens, dit wordt een, ik hoop niet dat dit een al te lange video wordt, maar ik zat echt heel erg vast. En in Parijs, ja, ik heb er niks mee met Frankrijk, sowieso helemaal niks. En ik denk dat... Oh, ik ben heel de dit vergeten jongens. Huppakee. Ik heb er niks mee. Ik vind het ook geen leuk land, denk ik. Ik ben er nog nooit echt geweest. Nee, nog nooit in Parijs. Ja, toen we naar Londen gingen, gingen we langs Parijs. Zo, netjes wachten. Maar, ik heb er niks mee. Nee, ik heb er helemaal niks mee. Ja, daar gaan we. Yes. Oké, we maken een bochtje. Dit is... Ik rij best wel aardig nu, hè. En die regen ook, jongens. Echt een regenachtige, saaie, suffe dag. Het is donker, hè. Het is mistig aan het worden op de weg. Het is helemaal niet vrolijk meer. Ik mis de normale truck simulator, jongens. Oké, we kunnen hier... Moeten we erin? Even toeteren. We zijn er. Woehoe. Oké, we kunnen daar parkeren. Ja. Ik kom al. En... Woehoe. Voldoende. Benodigde tijd. Een beetje lang over gedaan. Ik heb inderdaad het schade opgelopen. Maar dat betekent dat we zeker wel wat ervaring erbij hebben gekregen. Wauw, dit was een hele leuke Truck Simulator aflevering, denk ik. Want we zijn wat rare dingen tegengekomen, namelijk het regen. En volgende keer bij de volgende aflevering beloof ik dat we een stuur hebben. Dus dan wordt het helemaal gek huis, denk ik, met dat stuur. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Vond je een leuke video? Geef een duimpje. Vergeet niet andere Truck Simulator video's te kijken als je het nog steeds niet hebt gedaan. Dit is inmiddels aflevering 3 en ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende video. Doei doei! Outrootje. Outrootje mag nu wel, hè. Ik vind het goed. Je hoort de muziek gewoon doorgaan.